Zijn deze vragen alleen voor mij? Nee, okay. Ik heb ze aan iedereen gesteld. Hallo. Hoi. Hi. Dat. Al je scheten stinken naar ei. Of er ontstaat een groene wolk als je een scheet laat? Ei kan je nog ontkennen, maar die groene wolk niet. Hoezo? Nou ja, je kan gewoon wegrennen en anders heb je zo'n groen spoor achter je. Ja, maar dat stinkt niet. Dan is het gewoon een soort substantie dat uit je naad komt. Dus ik ben van de groene wolk? Ja. Dat is het wel is leuk. Best wel vet. Ja, oké. Okay. Het is een soort superpowers. Ja. Groene wolk. Liever betalen voor seks of betaald worden voor seks? Zijn deze vragen alleen voor mij? Nee. Oké. Okay. Ik heb ze aan iedereen heeft. Nee, ik denk dan liever zelf betalen, want heb je de touwtjes meer in handen of zo? Maar heb jij ooit de behoefte gehad? Ja, ik heb zeker hoeren geneukt, ja. Echt? Ja, tuurlijk. Veel? Ja, heel veel. Ja, ja, die knipoog gaat er gewoon van af. Liever altijd achter de schermen of op elke hoek van de straat herkend worden? Ja, uiteindelijk dat hele bekend zijn, dat is gewoon kut. Maar je wilt wel shinen. Ja, wel, maar tot een bepaalde hoogte. Dus wat zou je doen? Ja, doe dan maar op iedere hoek van de straat, anders is het ook een beetje hypocriet. Maar daar ben ik anders mee bezig. Nooit meer kaas of nooit meer orale seks? Met kaas? Ook je mond dicht doen nu ook. Ja, jij zou dezelfde keuze maken. Lekker broodje kaas. Ja, ja, rot op. Nee. Nooit meer mogen reizen of nooit meer een orgasme? Dat is kut. Uiteindelijk ga je toch gewoon kinderen krijgen en heel veel thuis blijven. Dan kan je niet altijd mee de hele tijd reizen. Maar het enige wat je dan nog hebt is je orgasme. Nooit meer Nederland in of nooit meer Nederland uit? Nooit meer Nederland uit, want mijn ouders wonen hier. Mijn ouders zijn echt mijn alles. Ja, het is niet een heel seksueel antwoord, toch? Nee. Ja, weet ik veel. Ik zit helemaal in die seks-vibe. Nou, dat was het. Krijg gewoon een hand. Vet leuk. Ja.